Mijn naam is Erwin Veenboer. Ik woon in Woerdense Verlaten en ik heb een bedrijf in Meidrecht. Het bedrijf is een rijschool. Het heet het Verkeerscollege. En we zitten in Meidrecht en hebben daar ongeveer zo'n 15 lesauto's rondrijden. Mijn functie is hier de directeur, de eigenaar. Ik doe vooral de administratie, boekhouding, een stukje planning, maar natuurlijk ook lesgeven, vooral theorielessen. Ik geef zelf niet veel rijlessen meer, alleen als het echt hoogst noodzakelijk is. Ik verzorg wel alle theoriecursussen, zowel voor de vrachtauto als voor de taxi, als voor de auto, bron, fiets en motor. Een theoriecursus doen we altijd in een dag, op de zaterdag. We beginnen om 8:30 's morgens tot 4:00 's middags. En dan nemen we alle stof door en aan het einde sluiten we af met 2 examens. Ik doe ook heel veel buiten de deur, vooral voor Veilig Verkeer Nederland. Daar verzorgen we de dode hoeklessen voor, opfristrainingen voor de wat oudere mensen en de scootmobieltraining. Het leukste vind ik de afwisseling. De afwisseling dat ik de ene keer aan het plannen ben op kantoor, de andere keer met een stukje administratie bezig ben en dan weer les aan het geven ben. En dat ik inderdaad mijn eigen tijd kan indelen. Ik heb geen persoon boven mij die me vertelt wat ik moet doen. De gemiddelde werkdag ziet er heel verschillend uit. De ene keer start ik hier op kantoor en ben ik de hele dag op kantoor aanwezig. En de andere keer geef ik in het land les en ben ik 's middags pas weer hier. Dus ja, heel divers. Het bedrijf blijft ook in de toekomst natuurlijk heel belangrijk. Ik zal hier altijd rond blijven lopen. Alleen ik vind het leuk om ook vooral buiten de deur les te geven voor onder andere Veilig Verkeer Nederland of de instructeursopleiding in Nieuwegein. Dus dat soort klussen zal ik er ook zeker naast houden. En ik hoop dat mijn kinderen straks binnen het bedrijf komen en het bedrijf weer verder gaan uitbouwen in andere regio's.